Hi en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik zit hier naast... Heb je dubbel bedam? Nee. Wacht op, ik opstel apparaat. Dit is vervelend. Ik voel me erin geluisterd. Hoezo? Je weet nog niet eens wat we gaan doen. De voice-over is nog niet eens geweest. Oké, dan wacht ik die even af. Oké, luister goed. We doen de lijfste Guess the Drink Challenge ooit. Ik zeg het je, je hebt nog nooit zoiets gezien. Stefan en ik krijgen beide 10 drankjes voorgeschoteld. Wij proeven die drankjes geblinddoekt. Wij kunnen dus niet zien wat het is. Stefan en ik moeten raden welk drankje het is. Heb je het goed, dan krijg je een punt. De persoon met de meeste punten heeft gewonnen. Het is best simpel eigenlijk. En oh ja, thanks voor die 90.000 abonnees. We zitten bijna op die 100.000, dus vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan nu veel plezier met de video. We gaan vieze dingen drinken dus. Of tenminste, dat weten we niet. Ik heb Marten de stagiair. Natuurlijk weet ik dat wel. We gaan dingen drinken die we niet kennen. Natuurlijk is het dan niet cola wat we gaan drinken. Drankjes. Ik wil ook echt geen bier of zo. Volgens mij niet. Ik hoop echt dat ik geen bier hoef te drinken. Je zit weer in je blind date. Of spa rood of zo. Verkeerde vriendengroep. Ja, verkeerde vriendengroep. Je zit met je verkeerde vriendengroep. Weet je wat? Dan doe jij het lekker. Ja, ik ben echt op zo'n Miami Vice porno regisseur zo. Laten we gewoon beginnen. Filmen we wel, Mart? Ja, we filmen. Gast, ik ruik letterlijk iets van chloor of zo. Dat kan je ons niet laten drinken. Kan je niet drinken. Oh mijn god. Oh ja, Bram gaat ineens meedoen. Mart, kan jij een score bijhouden? Ja. Het is gember. Ja. Heb je het al gedronken? Nee, maar ik weet het wel. Laten we dat... Ja, ik ook, Steve. Maar voor het beeld is het leuker. Wat bedoel je? Voor het beeld is het leuker. Als we eerst drinken, dan een soort van... maar ik weet het al. Wat doe je? Moet het toch drinken? Ja. Heb je al gedronken? Nee, dat wilde ik net gaan doen. Oh, nou, proost. Oeh. Oh, het is heftige gember ook. Oh, het is heel heftig. Oh. Oeh, die brandt goed na. Het is gember. Het is gember, gember shot. Ja. Ik vind ook helemaal niks dat Bram hierbij is, want hij gaat het erger maken. Ja, ik weet ook niet wat hij doet. Hier, high five trouwens. Goed geraden. Yes. Oh. Het ligt voor je. Het ligt er. Daar raad ik het ook zelf op. Huh, ik ruik het niet. Ruik jij het wel? Nee, ik ruik ook niet. Pff, ik ruik echt niet. Ik heb echt heel iets vies. Ik kan het niet. Oh, wacht. Nee. Nee. Ik kan het ook niet. Ik durf het niet. Ik kan het niet. Ik durf echt niet. Waar ben je dan? Maar hè, ik vind het zo raar dat ik het dan niet ruik. Is dit, ik weet het denk ik. Ik moest ineens denken aan het moment dat ik een wijnproeverij met Bram heb gehad. En dat hij probeert te, dat hij dat moet doen, maar dat hij zichzelf verslikt. Sorry, het ging in de lucht. 3, 2, 1, vanillemelk. Vanillemelk? Ja, iets vanille drinken. Ja, het is havermelk. Oh ja. Oostmelk. Vanille? Hoe proef jij vanille hierin? Het smaakt naar karton. Ja, vanillemelk. Dit was een beetje gek. Maar ik had wel goed, ik had melk wel goed. Maar zit er vanille in of niet? Want ik heb een duidelijke soort van vanille dingetje. Je proeft echt geen vanille. Maak je wel het glas goed schoon? Ivo vanille? Bacteringleier. Ja, waarom doe jij je doek af? Ja, omdat ik je hoorde aankomen en ik wist dat morgen daar is doek af. Oh mijn god, ja, doek af. Pas op. Oh, god. Ah, pakker. Auw. Ja, doe je dit ook met blinde personen? Ik ben gevallen. Oei. Ja. Het staat er. Zo, dit ruikt sterk. Oh. Wat is dit, joh? What the fuck is dit? Is dit met van die dingetjes? Proost. Je mag ook een beetje. Je mag ook een beetje ruiken, toch? Ja, maar ook proeven. Oh. Wow, dit is heel raar. Het rook heel anders dan het. Ja, dat heb ik dus ook. Wat voor dan, zeg. 3, 2, 1. Karnemelk. Nee, allebei niet. Karnemelk? Is dit een mix van iets? Nee, het is één drankje. Oké, nu misschien is het beter. Bloody Mary gozer. Toch? Ja. Is het echt? Het is een bekend drankje, wordt veel gedronken. Het meest bekende drankje van, nou, ik denk maar Amsterdam. Hier is jouw iets te zonnig van, het is namelijk
volle melk met tabasco. Ja, precies, ja. Wat lol je nou, joh? Oh! Nee, hè? Proost. Dank je. Gast, dit is kauwgomballen met water. Nee, het is watermeloensap. Nee, het is bubblegum iced tea. Ja, punt voor Steve. Ja, nee, ja. Oh. Nou, hup, proeven. Nee. Wil jij zeggen? 3, 2, 1, tomatensap. Wat tomatensoep, zegt ik. Ik zeg soep, ja. Soep. Je sap meer. Ja. Jezus! Ja, kut, sorry. Dat is gewoon goed, man. Boah, dat is heftig, zeg. Kut. Oeh, ja. Oh. Hè? Oh, ik dacht dat je het proost deed. Nee, ik ruik. Oké, proost. Oeh. Oké. Okay. Mmm. Natuurlijk vind jij dit lekker. Dit is zo zoet dat je tandgezuur brokkelt eraf. Is het Rivella? Wat zegt Stefan? Is het Mountain Dew? Nee, het is Bang Energy Drink. Flikker op. Unicorn, ja. Is ja. Dit Bang Energy? Ja. Ik heb nog nooit gedronken, hoor. Dat is vreselijk, zeg. Is dit sugar-free? Is dit suikervrij? Nu. Zo. Wat vind je het glas? Ja. Ik hoorde al iets hier. Ja. Maar ook nog een naar mij. Dit is echt terpentine of zo. Oh, dit ken ik ergens van. Oh! Hoe heette die best ook weer? Cheers, motherfucker. Oh. Ik zie het flesje voor me. Oh, wasverzachter. Ik zie gewoon het flesje in de vendingmachine staan. Is dit niet met van die lychee bessen of zo? Gast, ik drink dit soort shit niet. Oh, dit is echt... Is dat lychee? Lychee drink of zo? We willen nu al. Lychee. Lychee drink? Lychee bessen drink. Maar dan zeg ik ook lychee drink. Ja, jezus. Dat is heel makkelijk. Het is mogu mogu lychee drink. Yes! ik ging naar rijden. Wat? Waarom doe je dat? Omdat jij dat met gembersold ook niet aan het begin. Oeh, nou. Proost trouwens. Ja, makkie. Wow. Oh, huh? What the fuck? Het heeft een hele rare nasmaak. Ja. 3, 2, 1. Kokosmelkeldrink. Het is kokosmelk. Oh, stroopwafeldrink. Er dronken ze maken met. What the fuck? Oh, wow. Misschien zijn mijn smaakpillen aangetast door al die zure. Ik moet even een soort van smaak neutralizer hebben. Ja, kunnen we een glas water? Ja, klaar? Ja, gekomen. Oh, op hoeveel zitten we, Mart? Ja, inderdaad zeg. Ik denk wel dat Stefan er 2 voor staat. Ik denk dat jij binnenkort geen stage meer hebt. Nee, dat klopt, over een week. Dat zijn niet te blij. Ja. Ik snap het overigens trouwens. Hou je mond. Het ligt klaar. Oh! Hé? Oké, ik ga alsnog dezelfde gok doen. 3, 2, 1, framboos limonade. Nee, het is Chupa Chup drink, dus die lolly. What the fuck? Jezus. Het ruikt echt naar die roos die C van vroeger. Ja. Alleen die prik zat daar nooit in. Dus ja. Dat was kunnen warmer. Ik had geen betere gok. Ik vind Bram weer te stil. Bram? Ja, zie je. Waarom zeg je niks? Waar ben je? Is dit de laatste? Ja. Zo, heel sterk. Oeh. What the fuck is dit, joh? Oké, nou. Prut. Ik ken dit wel. Ik ken het niet. Er zitten heel veel stukjes in. Hè? Ken jij dit? Ja, ik heb het al eens in huis ook. Echt? Ja. Ja, ik ken het ook, man. Het staat naast de melk met tabasco. Oh, die classic drank uit Amsterdam. Nee, ik heb geen idee. Godverdomme. Nou, 3, 2, 1. Jokinesappelsap. Dus... Oké, weet je wat het is? Nou? Het is dubbel fris met stukjes wc-papier. Het is alweer Vera, debiel. Je weet ik veel? Ja, je mag af. Ken je dat niet? Wie heeft eigenlijk gewonnen? Was het close? Nee. Tuurlijk heb ik gewonnen. Ja, echt wel een kutvideo eigenlijk. Ik ben helemaal duizelig. Vond jij dit nou wel een leuke video? Laat het even weten met een duimpje en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Tot volgende week.